Op 12-jarige leeftijd klimt hij voor het eerst op de racefiets. Sindsdien werd hij een van de beste klimmers ter wereld. Een hoogtepunt was natuurlijk de rit naar La Plagne in de Tour de France. Hier is onze nationale trots, Michael Bogert. Welkom. Ja. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Ja? Wel helaas in de grap getuind, maar voor de rest gaat het goed. Ja, goed, je weet, ik ben een enorme grote fan van je. Ik denk dat je dat achter de schermen al een klein beetje had meegekregen. Ik heb jouw carrière de afgelopen jaren gevolgd, zoals miljoenen mensen eigenlijk ook thuis en hier in het publiek. Je bent een beetje gestopt, maar wel ondertussen, heb ik begrepen, een eigen ploeg. Nee, daar ben ik mee bezig. Ik ben het aan het opzetten nu en nou, het gaat hartstikke goed. En ik hoop binnenkort rond te komen en dan te beginnen met het opstarten van de organisatie. Hey, ik heb nog iets leuks, want ik wil je eigenlijk een aantal beelden laten zien waarvan ik eigenlijk wel denk dat het voor jou wel hele mooie zijn. Kijk. La Plagne. Dit is toch wel... Heb je het gezien die dag of niet? Dit is volgens mij historie voor de... Ja, het laatste was bij Studio Sport de top 10 van de meeste mooie momenten. Mochten de mensen kiezen en dan kwam ik op 3. Dus ik ben er heel trots op. Zijn inderdaad hele mooie beelden. Ja. Een beetje mager erin. Is dit ook het mooiste moment uit je carrière? Of? Ja, zeker wel een van de mooie. Ja, mijn eerste toerrit vond ik ook wel heel mooi. Toen was ik nog heel jong en dan is de ontlading. Dan weet je niet dat zoiets met jou kan gebeuren in je eerste toer. Nou, dan word je helemaal gek. En ja, dan is eigenlijk wat daarna gebeurt, is veel mooier. Wat je dan allemaal meemaakt als renner. Maar dit is inhoudelijk was dit wel het mooiste moment in mijn sportcarrière. Want je hebt in je carrière heel veel mooie ritten gedaan. Ik neem er even een voorbeeld aan. Lance Armstrong zet zich in voor zijn goede doel. Ja. Maar ook jij zet je voor een goed doel in, hè? Wat is jouw... Ja, ik had het laatste jaar dat ik fietste, hebben ze bij de ploeg waar ik voor fiets, hebben ze de Michael Bogert Foundation in het leven geroepen. Omdat ik heel veel aanvragen kreeg voor goede doelen en ik kon daar allemaal niet op ingaan. Ze hebben een foundation met 4 goede doelen, waaronder waar Ride to Play ook in zit. En daar ben ik inmiddels ook ambassadeur van geworden. En ja, dat is een van de goede doelen die ik steun. Een van de 4 goede doelen. En dat wist Bananensplit, wist dat ook. Want wij nodigden Michael uit om te komen praten over Ride to Play op de ambassade van Kenia. Moet ik ook wel even uitleggen, want Ride to Play is een organisatie waar zeg maar, sporters uit 40 landen zeg maar, zich verzameld hebben om iets voor dat doel te doen. Dus ja, wij dachten van, wat is het nou leuker om Michael Bogert even wat te laten vertellen over die stichting op de ambassade van Kenia. En wat daar allemaal gebeurde, dat is gewoon met een pen niet te beschrijven. Is het zo erg? We zijn op de ambassade van Kenia, waar vandaag een groot traditioneel huwelijksfeest zal worden voltrokken. Ook aanwezig, Chief Bababauer. En daar is Michael Bogert samen met zijn broer, die bij ons in het complot zit. Ze zijn uitgenodigd door de ambassadeur om te praten over wat de ambassadeur van Ride to Play, Michael dus, voor Kenia kan doen. Goeiedag. We hebben een afspraak. De ambassadeur. Bogert. Nou. Het wordt een bezoek dat hij niet snel zal vergeten. Ah, daar komt de bruid. En de bruidegom natuurlijk ook. Michael heeft toch overal fans, hè? Michael Bogert. Kip daarvan. Hey, dat is de getuige. U bent een letter in Godot. Ja, hoe is het? Ik ben hier. Wapop? Maar die gaat slachten, denk ik. Dat hebben wij weer. Volgens het bijgeloof straalt de aanwezigheid van een succesvolle beroemdheid af op een succesvol huwelijk.
Vandaar deze vererende uitnodiging. I want you to come and some people there. There's a wedding taking place inside here. I want you please to come and congratulate these people. Okay. Yes, please come. Come with me. Yes. De plechtigheid is al volop begonnen als Michael naar binnen wordt geleid. Michael krijgt een ereplaats en wordt meteen bij de plechtigheden betrokken. Doet lekker enthousiast mee, die jongen. Hij krijgt geen tijd om na te denken. Meteen volgt het tweede inzegeningsritueel. Dit ritueel heeft nog meer kracht als de hoge gast die uitvoert. Ja, oké. Sasa mwambie anawe kandani kabisa. Inajaa na maji kabisa. Alafu anaangalia juu. Kijken. Ehe. Alafu anamwagia bwana harusi, alafu baadaye anamwagia bibi harusi. Nee, dat is niet goed, Michael. Dat moet heftiger. Dat ging lekker. Maar wat hangt hem nou weer boven het hoofd? Michael, met de kip, dit is alleen maar om het geluk te brengen. Ja? Even die kip vasthouden. Even kijken, vanaf hier zeg maar. Kip vasthouden. En dus je moet naar hem toe. Gooien. Als de bruidegom een broedse kip vangt, betekent dat vele gezonde nakomelingen. Foute boel, dat scheelt 10 kinderen. En de vrouwen treuren diep. Michael in de herkansing. Zijn ze nu nog niet klaar met die kip? Ze zullen toch niet willen dat... wat een geluk, het gaat maar om een kokosnoot. Maar die geit, dat is toch echt wel een offerdier? Is het ze te doen om het gelukbrengende offerbloed? Gelukkig, ze zijn vandaag tevreden met zegenrijke geitenmelk. Het huwelijk is beklonken en daar komt het trouwboekje. Hallo. Hey, hallo. So, I want to give you your wedding book. Congratulations. Santi, sir. For your wedding. And I hope you enjoy the marriage. Here, please. Wasasi, karibisha huyu. Maar daarin blijkt een storende fout geslopen te zijn.
Door een ingreep van Bananensplit is Michaels naam erin terechtgekomen. Michael constateert het zelf ook. Schadige fucking, ja? Jouw naam staat op de dingen. Zijn kersverse schoonvader heet Michael welkom in de familie. Wat zegt hij? Volgens hem. Nou, die beeldschone bruid hoeft niet lang aan het idee te wennen, hoor. En een kus bezegelt het gloednieuwe huwelijk. En wij van Bananensplit zijn er als de kippen bij om Michael te feliciteren. Gefeliciteerd met huwelijk. Ik ben er net van af, hoor. Ja, jammer, hè? Wat vond je nou het raarste wat je moest doen? Ja, die kip gooien, zeg maar. Die kippen, dat vond ik wel heel apart, zeg maar. Dat ik die... ik dacht, ja, dat vind ik toch wel heel vreemd dat die mensen dat... Dat ze dat willen, dat ik dat doe. Je gooide hem ook nog mis. Ja, maar ik vond wel dat hij heel apart ving. Toen had ik al zoiets van, ja, volgens mij doet hij het expres. En achter me waren ze aan het discussiëren over het feit dat het over moest. Omdat het bracht geen geluk. Ja, toen had ik ook zoiets van, ja, ze vragen mij om dat ding te gooien en ik gooi mis. En dan zijn ze nog kwaad op me ook. Dus ik was een beetje... Ja, aan de ene kant dacht ik, word in de maling genomen. Het hoort gewoon bij die bruiloft. Dat is een ritueel. Net zoals dat wij, weet ik veel, dat ze bij ons op een bruiloft toneelstukjes gaan doen. Gaan ze hier dit soort dingen doen. Maar ja, toen ik echt die rare dingen moest doen met die geitenmelk en die kokosnotenmelk. Toen had ik wel zoiets van, ja, waar heb je dat geleerd, dat geitenmelk? Nou, niet thuis zo te zien, want er kwam helemaal niks uit. Dus dat, ik probeerde het wel, maar er kwam niks uit. En jouw broer Rini zat bij ons in het complot. Ja. En trouwens, want die heb je natuurlijk de hele dag heb je die mevrouw niet gezien. De echte ambassadrice van Kenia, haar excellentie mevrouw Rono, is hier ook vanavond. Kijk, daar zit ze. Dankjewel. Hoe is het trouwens met je Keniaanse bruid? Ja, goed. Ze kon niet mee, want hoe heet het? Ze moest thuis het huis schoonmaken. Dus ik zeg, blijf jij maar thuis. Dus nee, ik heb hem mee naar huis genomen en dat is allemaal goed. Dat komt helemaal trouwens goed. Enorm goed uit, want als je vrouw er toch thuis is... Ik reik vanavond de trofee niet zelf uit, maar dat doet jouw schoonfamilie. Hier zijn ze. Dat is goed. Het grote moment is daar. Het is mijn schoonzus. Dat is je schoonmoeder. Ja. Oh, mijn schoonmoeder. Ja. Nou, dat is toch goed dat ik schoonzus zeg? Hey. Dat is een compliment, hè? Niet? Hey, hartstikke bedankt. Dankjewel. En,